lieve mensen. Wij zijn dus op een toplocatie. Hey. Hoe heet die? Kenzo. Een hele goede middag. Ja. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag woensdag 8 juli 2020. Het is nou net 9:09. Ja! En mijn naam is Karis Damman van de Werf. En mijn man, die is Roderick Damman van de Werf. Samen met onze dieren vormen wij dus familie Damman van de Werf. Ja, hoe toevallig. Hi, Speedo. En we wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben mijn schoen even aan het aantrekken. Au. En ik was even met vlogs bezig. Het is nu al 2:10 en ze gaat hard. En vandaag even huisje schoonmaken. Cavia's doen. Ik ga zo eerst even Lady uitlaten. En als het weer het een beetje toelaat. En wij ook weer eventjes een nieuwe intro maken. Het is ook alweer bijna tijd om eens een keer een leuke nieuwe intro te gaan maken voor zelf, hè? Ja. En als ik er vandaag aan toe kom, wil ik eens eventjes weer eens even kookvlog gaan opnemen. En als ik er niet aan toe kom, dan ga ik dat ergens in de zomermaand doen, in de zomervakantie. Ook even handig. Ja, dat is ook wat jullie willen. Dus ja. Dan moet ik daar ook even. Het jullie ook laten zien. Ik zie wat. Mijn bureau die valt half uit elkaar, zie ik hier. Is niet handig, niet. Nee. Nou, dat ga ik even maken. Ja. Yeah. Wachten. Doe eventjes zo. Ja, kom maar. Wachten. Ja, kom. Wachten, blijf. Ja. Doe je open. Zo. Keurig. Helemaal netjes. Hi. Oeh, Cookie Monster. Cookie Monster, hè? En bij de buurvrouw. Ja. Yeah. Cookie Monster. Cookie Monster. Ja. Yeah. Hey, Trinola. Wijf. Die wel, hè? Jij, hè? 1, 2. Goed zo. Kom maar. Oh, moet je niet? Moet je niet meer? Ga zitten. Ik wil die hebben. Is goed, meisje. Nope. Nee? Nope. Ze laat het leggen. Ja, ze laat ze allemaal leggen. Zit niet lekker wijfie vandaag? Nee? Heb je er geen zin in? Oh. Toch wel. Ze gaat toch nu eten. Ja, ja. Huh? Ja, hier. Kijk eens hier, schat. Leed, kijk eens hier. Hier. Hier heb je er 2. Dat is 1. Heb je er nog 1? Eventjes een beetje nat laten worden, zeg maar. Dat is handig. Hè? Ja, Boem laat ze ook altijd eerst vallen. Lady hoort wat, ziet wat.
Ik weet niet wat jij hoort, maar het zal. Ja, en ik hoor het ook belletjes, maar dat komt niet daar vandaan, schat. Liefie. Ja, Lady en die hoorde net allemaal getring, ring, ring, ring. Maar er was dus een kat hier aan de overkant. En Lady die dacht dus dat het hier was. Wat dus niet klopt. En nou hoor ik, ze gaat gelijk kijken. Hier is het, heerlijk. Ga mee, wijfie. Ga mee. Ja, gaan we deze kant op? Ook goed. Ja, helemaal goed. Dus nee, maar hè, het is leuk. Nee, maar ik ben dus even lekker aan het nadenken van waar Ro en ik samen een leuke intro kunnen opnemen. Dat gaan we ook lekker doen. Ergens. Waar weten we nog niet. Hup. We zijn nu te gast bij Museum Bescherming Bevolking, Park Overvoorde, te Rijswijk. We zien hier een Russische brandstoftank liggen. Ik kan niet alles lezen, maar die is het een Ashokjoshki. Het staat toch een PNG, eerste letter. Ja. Het is mij ook verteld hoor, kan het ook nooit... Een P in het Russisch is een R in het Nederlands, zeg maar. Oké. Okay. En een C, dat is een S. En de rest moet maar een beetje gaan. Ja, ja. Hey. Een hele goede dag, middag. Ja, welkom bij ons YouTube-kanaal. Ja. Ja, lieve mensen, wij zijn dus op een toplocatie. En daar hebben we dus nou net onze nieuwe intro opgenomen. Die is dus ook binnenkort te zien. En waar zijn we nu, schat? We zijn nu het Museum Bescherming Bevolking, Park Overvoorde, te Rijswijk. Ja. Kijk hoe mooi de locatie dit wel niet is. Zo mooi. Wauw. Maar jullie hebben het totaal nog niet gezien. Nee. Nog niet. Maar die laten jullie wel zo meteen gezellig zien. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Dit is leuk. Nou, en hier moet je dus 10 km per uur hè, rijden. Ja, tuurlijk kan dat. Dat is een hele goeie. Even een beetje inzoomen voor jullie. Zo. Daar staat onze kleine Dinky Toy. En een mooie DAF. En wat hebben we hier allemaal? Wauw. Dit is dus een oefencomplex. Ja. Dit is een oefencomplex. Ja. Hier wordt geoefend om slachtoffers uit ingestorte gebouwen te halen. Dus het ziet er al vervallen uit, maar zo is het gebouwd, heb ik begrepen. Ja. Dus... Ja, wat voor oefeningen. Is wel spannend om een keertje te zien. Maar helaas, nu niemand. Nee, precies. Ik ben Bert van den Berg. Ik ben vrijwilliger bij het Museum Bescherming Bevolking in het park Overvoorde in Rijswijk. En naast dat wij een museum hebben van Bescherming Bevolking, een hele mooie ingerichte bunker uit de 60er jaren, is er ook nog een stukje geschiedenis voorafgaand. En dat is over de Duitse periode van de Tweede Wereldoorlog. En dat ligt op een ander gedeelte van dit terrein. En waar je nu naar kijkt, dat is een oefenlocatie van de Bescherming Bevolking. Hier hebben in de 50-60er jaren, hebben hier de mensen van de Bescherming Bevolking de slachtoffers uitgehaald. De zogenaamde slachtoffers, als er een gebouw was ingestort of bij een eventuele oorlog. Nou, dit is helemaal daarvoor gebouwd.
Dus hier konden op allerlei manieren konden mensen met takelmogelijkheden uit het gebouw worden gehaald en die werden dan hier verzorgd. Goed. Nou, dit is het andere tijdsbeeld van het museum. Dit behelst de Tweede Wereldoorlog, de tijd dat de Duitsers hier gezeten hebben, 1940. Na de inval in mei 1940 hebben ze in juni al, zijn Duitsers al begonnen met het bouwen van bunkers. Hier achter me staat er een. Als je zo meteen over het terrein kijkt, er zijn er nog 6 van dit soort kleine personeelsbunkers. En een hele grote bunker, dat is een afluisterbunker. De Duitsers hadden deze locatie uitgekozen om het radioverkeer vanuit Engeland, van de RAF, goed te kunnen onderscheppen. Naar die richting in Scheveningen, vanaf Scheveningen was een heel goed bereik tot ver in Engeland, zelfs tot in Schotland. Deze bunker die je hier ziet, is uniek in zijn soort. Dit zijn de enige bunkers in Europa die nog over zijn van dit type, 413A. En ook de grote bunker, waar dus de afluisterpraktijken plaatsvonden, is de enige in zijn soort in Europa. Dus dit is een uniek stukje Rijswijk. En wij proberen zoveel mogelijk om dat unieke stukje intact te houden en het te behouden voor de toekomst. Sorry.
Zo, dat is een hele oude brandweerwagen. Hey. Kijk. Zeven en een meter lang. Een turbootje. Ja, dat staat hier, ja, op. 7,5 meter lang, ja. Wauw. Wat is een mooie wapen? Wauw. En dan hebben we hier er ook nog eentje. En hoe heet hij? Kenzo. Hé, hey, wat ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Hé. Hey. Ja, echt hè? Nou, dan komt hij ook eens een keertje in mijn vlog. Als je dat wil zien, dan moet je even op YouTube. Karen is met de C. Van der Werf. Nou, dan kijk je wel hoor. Kenzo. Ben jij mooi. Ja. Ja. Toen gingen we dus weer lekker richting huis. Roderick die moet voorlopig even zijn ramen lekker dicht houden. Totdat we hulp hebben gekregen van onze maatje in de buurt. Die dat hopelijk wel kan oplossen. Ja, hoe die dat gaat doen weet ik niet. Want dan moet dit er helemaal af. Weet ik veel. Mm-hmm. Hoe ze dat moeten gaan doen. Ik kan niet weten. En anders zoek ik het wel op YouTube, want die weet ook een hele hoop. Nee, gekkigheid op stokje, gewoon even wachten. Want we moeten ook een nieuwe boordcomputer hebben. Maar die hebben we al een tijdje aan boord. Scheelt weer twee boordcomputers. Maar ja, de ene moet eruit en de andere moet erin. En ik ga mijn navigatie starten. Zo, genade. Ja, bijna wel. Zo, oh, die is mooi. Wat is er niet erin? Wow! Die is gaaf. Die is heel mooi. Qua kleur ook. Kijk. In deze richting aan Westen. Kijk hé. En daar gaat het toch voor langs. Wat is die mooi. Wauw, 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 wauw. Ja, yeah. Toen was het weer lekker in de avond. Het is alweer 22:22, dus jij mag eigenlijk nu in principe een wens gaan doen. Hè? Een stille wens in jezelf, ja. Yeah. Maar lieve mensen, we gaan deze vlog lekker afsluiten. Het was een leuke dag, een bewogen dag. Weer wat leuke dingen gezien. En ja, wij danken jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Dat is dus... abonneren, belletje aan, duimpje omhoog. En wat was er nog meer? Geen idee, allemaal uit mijn hoofd. Nu even lekker niet, ik laat het lekker zo. En je weet het zelf, dus tot morgen bij een goed nieuwe vlog. Doei!